Het gaat stukken beter met ons land dan in 2012, toen het huidige demissionaire kabinet aantrad. Maar meer mensen moeten profiteren van de economische voorspoed. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de ridderzaal, waar hij de laatste troonrede van het demissionaire kabinet Rutte II voorlas. Het fundament onder Nederland is de afgelopen jaren sterker geworden, zei de koning. Meer mensen hebben een baan, meer mensen kopen een huis en ondernemers investeren meer. Er is sprake van een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Moeite om rond te komen en niet iedereen profiteert daarvan, zei het staatshoofd. Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om iedere maand de huur te betalen en rond te komen of die zich zorgen maken over hun baanzekerheid. De economie groeit naar verwachting volgend jaar met 3,3% en in 2019 met 2,5%. In de troonrede staat dat alle groepen, ook sociale minima en ouderen, in 2018 in ieder geval hun koopkracht behouden. Orkaan de koning begon met een passage over de eilanden die getroffen zijn door de orkaan Irma. Op Prinsjesdag zijn de ogen op Den Haag gericht, maar in ons hart en gedachten zijn wij in de eerste plaats bij de inwoners van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. We leven allen intens mee. Het Caribische deel van het koninkrijk staat er bij de wederopbouw niet alleen voor. Terrorisme. De koning stond ook stil bij terrorisme, verwijzend naar de recente aanslagen in onder meer Londen en Barcelona. Toch moeten wij ons niet door angst laten regeren. Het beste antwoord op terrorisme is dat we vasthouden aan onze manier van leven. Ook zei Willem-Alexander dat de kracht van onze manier van leven is dat ieder mens, ongeacht afkomst of overtuiging, in Nederland zichzelf kan zijn binnen de gedeelde waarden van de rechtsstaat. De hele troonrede terugzien? Dat kan hieronder,